Omnichannel is belangrijk omdat je via meerdere kanalen de klanten kunt bereiken. Het is dus heel belangrijk dat je de goede kanalen kiest en het ook op de juiste manier invult. Want alleen dan krijg je dus die aandacht, het contact of de sales. Doordat je het omnichannel inzet, doordat iedereen overal te bereiken is, moet je zorgen dat je boodschap ook op de goede manier overkomt via die verschillende kanalen. Dat die klant ook het goede gevoel heeft bij je, ongeacht via welk kanaal hij contact met je heeft. Alleen dan zal die overgaan tot contact opnemen of aankopen doen. Het is beter om op 2 kanalen te richten en die goed te doen dan op 10 die je dan een half doet. Er wordt heel veel gesproken over omnichannel en bedrijven weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Het belangrijkste is dat ze weten waar ze sterk in zijn en waar ze op moeten focussen. Van daaruit kun je bepalen welke doelgroep je hebt, wie je moet benaderen en op welke manier. En dan kun je dus ook keuzes maken in welke kanalen je moet gaan inzetten. Vaak hebben bedrijven de strategie wel op orde, weten ze eigenlijk wel waar ze naartoe willen. Alleen de vertaling naar wat moet ik morgen gaan doen, dat is vaak lastig voor ze. Wij helpen ze die keuze te maken. We helpen ze te bepalen welke kanalen ze moeten inzetten, richting welke doelgroep. En vervolgens nemen wij ook samen met hun het initiatief. Wij managen de realisatie daarvan. Vroeger kwam vraag en aanbod letterlijk samen op de markt. Het plein hier achter mij. Maar nu is de markt overal. De markt zit in je telefoon, de markt zit in je broekzak, de markt zit op de bank. Overal waar wij zijn is tegenwoordig de markt. We moeten verder kijken dan die fysieke plek. De fysieke plek die is er eigenlijk niet meer. Die is nog maar een onderdeel van een veel groter geheel. En die is omni aanwezig. De tip is letterlijk begin met iets waarvan je weet, hier zitten mijn gewenste klanten. Begin daar nou eens. Kijk eens wat daar eigenlijk gebeurt. En ga dan vervolgens aan de slag.